Hallo allemaal, welkom bij de tweede aflevering van Cosmicus Journaal. Ik ben Zimra. In het kader van het Week van Respect hebben wij bezoek gehad van onze gemeenteraadslid Birgül Özmen. Laten we kijken wat hij ervan vond. Hallo, ik ben Berkay en ik ga vandaag mevrouw Bungül interviewen van de D66. Hallo, kunt u jezelf in het klein voorstellen? Ja, mijn naam is Birgül Özmen. Ik ben gemeenteraadslid voor D66 in Den Haag. Respect is iets heel belangrijks, denk ik. Gaat over de manier waarop we omgaan met elkaar. Als je bijvoorbeeld kijkt in Den Haag, zoveel mensen met verschillende achtergronden, culturen, talen. En dankzij respect kunnen we hier samenleven en een mooie stad zijn met z'n allen. Eigenlijk moet je elke dag respectvol zijn. Het is niet alleen maar 1 week per jaar, maar heel goed dat er in zo'n week extra aandacht voor wordt besteed. En vooral op scholen. Jullie zijn de toekomst en heel leuk om op deze manier met elkaar daarover te spreken. En hopelijk ook de rest van het jaar dat verder ook uit te dragen. Nou, dat was een leuk interview. We gaan nu verder, want ook hebben onze leerlingen diverse activiteiten uitgevoerd tijdens de Week van Respect. Wat ik van de Week van Respect vind is dat je moet gewoon respect geven. Dat is gewoon heel belangrijk, want je gaat respect geven aan iedereen. Ik heb een oplossing gevonden dat als we een conflict hebben, dat we niet gelijk gaan duwen of gaan slaan. En als er problemen zijn, is het belangrijk om dat op te lossen. Kort geleden hebben wij de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Meester Fatu vertelt ons daar meer over. Hallo, mijn naam is Fatu Osbassi. Ik ben directeur van deze school, zoals jullie ook wel weten. En tevens ben ik ook gastdocent van Amnesty International. Afgelopen woensdag was 20 november en wij hebben hier op school de dag gevierd. Het was een bijzondere dag, want het was de Internationale Dag van de Kinderrechten. Tevens was het ook de dag dat het kinderrechtenverdrag 30 jaar bestaat inmiddels. Dus vandaar was het ook een mooie gelegenheid om ook gastlessen te geven als gastdocent van Amnesty International. Zo heb ik in groep 6, 7 en 8 deze gastlessen verzorgd. En het was de bedoeling dat de kinderen in eerste instantie kennis gingen maken met kinderrechten. Wat zijn kinderrechten? Wat voor rechten hebben wij? Dus daarom hebben we vooral veel over gehad met de leerlingen. En dat ze ook zich konden inleven in de vluchtelingen. Vanuit Syrië, vanuit Somalië en nog andere landen. En als derde was het ook een leerdoel voor de leerlingen om bewust van te worden hoe het gesteld is met de kinderrechten hier in Nederland, vergeleken met elders op de wereld. En ik denk dat dat wel gelukt is. En de leerlingen hebben veel van kinderrechten geleerd, hebben ook leuke activiteiten gedaan. En dan hopen we dat we in het vervolg ook meer lessen gaan geven over de kinderrechten. Zo gaan we ook een lessenreeks implementeren in onze democratische burgerschapmethode, de Vreedzame School. Sinds dit schooljaar zijn wij bezig met het Come Week project. Maar wat is dat dan eigenlijk? Juf Danielle weet daar meer over. Hi, ik ben juf Danielle. Ik ben een van de commissieleden van Come Week. Dat doe ik samen met meester Fatin en samen met meester Erwin. We zijn gestart met het internationaliseringsproject hier op school. Dat doen we samen met een aantal andere landen. Onder andere Engeland en Finland. We zijn gestart met de onderbouw. Hiermee gaan we programmeren en coderen. Daarbij moet je onder andere denken aan de Bebots. Dat zijn kleine robotjes waarbij de kinderen leren hoe kan je die laten lopen, hoe ga je vooruit denken. Naast de Bebot hebben we ook de Osmo, die wordt op de iPad gebruikt. En ook de 3D-printer, waarmee je dus tekeningen tot leven kan laten brengen. En dat doet de printer allemaal eigenlijk uiteindelijk voor je. Op 9 december begint het COME-project. Dan komen de andere landen voor het eerst naar Nederland om de officiële start van het project aan te kondigen.
juf. Nu hebben wij een oproep aan onze ouders en verzorgers. Een groot aantal van onze leerlingen worden met de auto naar school gebracht. Wij merken dat veel auto's midden op de weg achtergelaten worden, waardoor er veel verkeersoverlast ontstaat. Om dat te voorkomen verzoeken wij iedereen om zijn of haar auto te parkeren of meteen door te rijden. Tot slot heeft BMN een raadsel voor ons. Jullie kunnen als kijkers een prijs winnen door het antwoord te schrijven in de reacties. Hallo beste kijkers. Wacht, laat me even de tikken uitzetten. Dat veel beter. Hallo beste kijkers. Fijn dat jullie er zijn. Ik ben Benjamin. Vandaag is een heel bijzondere dag, want het regent cadeautjes. De vraag is alleen, hoeveel verschillende soorten cadeautjes zie jij vallen? Schrijf je antwoord in de reacties en maak kans op een leuke prijs. Oeh, die viel waarschijnlijk op zijn hoofd. Dit was het voor deze aflevering. Tot de volgende keer en alvast een leuke pakjesavond.